Yo beste mensen, welkom en wat leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Civilization 5 hier op de Trojan Gamers. Wat ik vandaag wil gaan doen is dus weer een simpel potje Civilization 5. En ik ga nooit meer zeggen van, yes, ik heb weer zin om fanatiek te gaan uploaden. Wat ik eigenlijk wel weer van plan ben om te gaan doen, maar ik zeg het expres niet. Want ik weet van mezelf dat als ik er nu zin in heb, kan ik er over een paar dagen weer geen zin in hebben. Dus ik doe gewoon uploaden wanneer ik er zin in heb. Ik ben in ieder geval van plan om Civilization 5 te gaan opnemen, zeg maar. En een beetje te proberen weer een beetje in de Civilization stemming te komen. Want ik wil namelijk Civilization 6 gaan kopen. En dat wil ik ook hier op de Trojan Gamers gaan uploaden. Dus daarom dat ik nu weer een serietje Civilization 5 doe. Tot ergens eind oktober. En dan ga ik beginnen met een serie Civilization 6. Maar dat betekent wel dat ik wat meer video's ga uploaden dan dat ik normaal gesproken zou doen. Niet iedere week, maar iedere week 2 of misschien wel 3 video's. Maar dat hoop ik alleen. Ik kan alleen zeggen dat ik dat hoop, omdat ik van mezelf niet zeker ben, zeg maar. Ik ga gewoon proberen er het beste van te maken. En ik zal alvast zeggen, ik begin nu ook alvast maar met 10 minuten gameplay. Let's go. Oké. Secured your throne and sovereign rule, but also successfully defied the power of the Roman Empire. After suffering terrible punishment and humiliation at the hand of the Roman invaders, you rallied your people in a bloody and terrifying revolt. Legions fell under your chariot wheels, and the city of London burned. While in the end the Romans retained ownership of the Isles, you alone made Nero consider withdrawing all troops and leaving Britain forever. Sleeping lioness, your people desire that you rise and lead them again in the calling that is your namesake. Will you meet their challenge on the open field and lead the Celts to everlasting victory? Will you restore your lands and build an empire to stand the test of time? Nou, laten we ons avontuur maar beginnen. En we starten hier best wel netjes, want we starten hier met suiker natuurlijk. En wijn, en hier zit de productie, dus ik ga me wel een klein beetje verplaatsen naar hier toe. En dus dat betekent dat ik pas in de tweede beurt mijn stadje op kan gaan richten. Maar ik moet die productie hebben aan het begin voor de start van mijn koninkrijk natuurlijk. Want we gaan natuurlijk een koninkrijk creëren en ik ben dit personage eigenlijk nog nooit geweest. Ik speel altijd met random leader en ik ben dit personage nog nooit geweest. Dus dan ben ik ook wel blij dat ik dit personage nu ben. Laten we maar beginnen meteen met eerst met de scout te maken. Maar laten we eventjes naar onze city kijken, want waarschijnlijk staat onze citizen management op het goud en het voedseltje. Nou, dat is leuk en aardig, maar ik wil toch hier eerst even hierop focussen, zodat we zo snel mogelijk een scout hebben. En wij gaan dan ook beginnen met wat hebben wij hiervoor nodig? Kijk, hier hebben we een kalender voor nodig. Dus gaan we daar alvast beginnen met pottery. Nou, next turn. En dus zo gaan we even een beetje onze omgeving verkennen. Want we hebben hier vachten zitten en we hebben daar Florence. Dat is heel lekker dat die zo dichtbij zit. Maar die vachten die zullen dus niet van mij worden. En die zullen waarschijnlijk van Florence worden. En ik vind dat helemaal niet zo erg, want er zullen vast en zeker nog wel meer vachten zitten om mij heen ergens. Omdat dat gewoon dit type landschap is. Nou ja, een beetje. Kijk, gaan we kijken natuurlijk naar welke resources hebben we om ons heen. En we moeten natuurlijk onze happiness en ons goud in de gaten houden. Want ik heb vaak genoeg gespeeld dat ik gewoon aan het spelen was. En dat ik eigenlijk ben vergeten om op mijn happiness te letten. Dus mijn steden bleven groeien en bleven groeien. En wat gebeurde dus, zoals nu, en dit is best wel handig trouwens, het is dus niet zoals nu, maar wat gebeurde er dus is dat mijn stad te groot werd en eigenlijk, ja, was het dus best wel een rukstart die ik had. Omdat ik eigenlijk op allerlei problemen botste. En dit is ook een groot probleem. Dat was niet het soort probleem wat ik bedoelde eigenlijk. Nou, laten we. Nu hebben we een scout en een
Warrior, laten we dan maar eerst beginnen met het monument, aangezien dat onze Warrior en onze Scout nu lekker de omgeving aan het verkennen zijn. En ik eigenlijk geen Warriors heb om op dit barbarenkamp af te sturen. Dus we gaan gewoon een beetje op ontdekkingsreis nu. En we kijken wel wat voor type map dat het is. En het lijkt erop dat het in ieder geval niet erg veel oceaan heeft. Dus dat daar hebben we voordeel mee. Want wij zijn niet echt een city, ja, een country die gebaseerd is op zeereizen en zo. Dus dat is wel mooi. We hebben zo te zien ook al advanced weapons. We zijn meteen Celtic Pictish. Heerlijk, omdat early game te hebben. Late game zijn ze niet zo goed. Denk ik. Want ja, het zijn gewoon early game troepen. Dus waarom zouden ze wel early game goed zijn? En wat vinden we hierin? Surrounding area. En daarmee hebben we Wellington ontdekt. En nieuwe ruins. Oh, nieuwe ruins. Waar? Oh, daar zo. Hieronder. Nou, dan gaan we daar met onze warriors zo meteen naartoe. Maar eerst gaan we zeggen, next turn. Want we zitten natuurlijk met onze warriors, zitten we helemaal daar. Oké, dankjewel. Dankjewel voor Klei. Hoppakee, door. We gaan door. En we gaan hier dus naar beneden nu. En dan gaan we meteen eerst naar... meteen naar kalender toe gaan. Lijkt me wel het verstandigste. We gaan meteen naar kalender toe. Hey, kijk, we hebben een... we hebben Hiawatha gevonden. Hallo Hiawatha. Groeten aan u. Goodbye. Ik heb geen zin om naar je gezwets te luisteren. Oké, dit is interessant. Cacao zit daar. En er zit ook cacao. Dus. Oh, dat is nog interessanter. King Solomon Mines. Has increased the happiness of your empire. Yes. And the output, if worked, is 6 productie. Alleen je zit een beetje te ver van mijn van mijn bewoning af, zeg maar. Dus dat gaat hem niet echt worden. Mijn scouts lopen hier helemaal, dus die gaan hem ook niet te pakken krijgen. We weten dat hier dus een paar zitten. We moeten even een goed plan van aanpak verzinnen. Oh, ja, waarom dat ik niet op deze turn heb geklikt, ik heb geen idee. Maar goed, we zijn in ieder geval lekker bezig begonnen. We hebben hier weer ruins gevonden. Dat is weer best heerlijk. Hier zijn we weer op Florence. We gaan even een productie starten. En dat is dit keer een... zullen we een werker doen? Nee, we gaan geen werker doen. We gaan een... Schrijn bouwen. We gaan een schrijn bouwen. Ik moest even nadenken over wat we gingen bouwen. Maar we hebben gekozen voor een schrijn. Kijk, dat is nou eens mooi. We hebben writing uitgevonden. En dat betekent dat wij als eerste aan de slag kunnen gaan met de Great Library. Dus dan gaan we ook meteen... Nou gaan we de Great Library dus doen. Moeten we dus deze hebben. Change production. Great Library. En dan zeggen wij, jij productiefocus. Oké, nou zal dat nou nog niet zo heel veel uitmaken, maar straks, wanneer dat mijn land hier naartoe uit gaat breiden, dan heeft dat zeker wel effect. Laten we maar hier even naar mijn city toe lopen, want ik vertrouw het niet helemaal met die barbaren daar. Ze staan lekker ver uit hun kamp, maar ik vind dat toch niet echt fijn. Dus wat wij nu gaan doen is, wij gaan met onze warriors gaan we lekker... De barbaren daar bevechten. We willen ze opruimen. En met onze city gaan we trouwens een tile kopen. Zodat we meer productie hebben. Ja, dat kan. Zo doe ik dat. En dat ga ik eens kijken. Wat dit zegt. Oeh, dan gaat dat niet goed komen. We moeten eerst onze city uitbreiden. Dus... We gaan even op de groei richten.
En op die manier gaan we eigenlijk onze kingdom creëren, zeg maar, op. Want ik ben een beetje meer nu richting de denken gegaan. Want hoe moet ik dit aanpakken en zo. Het is wel fijn om te weten, als je iets doet, hoe je het doet. Nou, laten we meteen doorgaan. Laten we zeggen, jij gaat daar naartoe. Jij hebt er een aantal beurten voor nodig. Hoef ik jou een aantal beurten niet aan te sturen. Jou gaan we wel continu aansturen, want we gaan een city state ontdekken met daarnaast een civilization, geloof ik. Of het is gewoon een riviertje die er ligt en dat het leek alsof het een civilization was. Als het goed is, is dat in Civilization 6 veel beter. Zo, kijk, mijn troepen zijn er ook weer bijna. Kijk, we kunnen ook bananen gaan verbouwen. Oeh, daar gaan de barbaren. Ik zal je helpen, Kiev. Zal ik je helpen? Ja, ik ga ze helpen. En zullen ze daar nog niet echt blij mee zijn. Oké. Okay. Barbarian encampment discovered. Dat is niet zo heel fijn, want die ligt precies in dat pad. Damn it! Ik moest even mijn frustratie uiten. Oeh, 20 cultuur gevonden. Dat is prachtig. Denk ik. Nou, dan laten we doorgaan. Nou, hier. Oh ja, dat is zeker prachtig. Want dan hebben we de volgende beurt weer een policy. Add a policy. We gaan lekker meteen voor een gratis worker. Ja. Kijk, dan kunnen we zo meteen... kunnen we nu al. Kunnen we nog niet. Hier, ga maar hier naartoe. Ga gewoon maar staan, een beetje staan, ja. Durf maar een beetje rond. Hey, wie is dat? Dat is Duitsland! Hallo! Oh, danke. Kijk, nou hebben we Wellington officieel ontdekt. En we zijn het eerste koninkrijk dat we Wellington vindt. Dus we krijgen er 30 goud voor. Hey, dankjewel Wellington. Voor het goud. Nou, zoals je ziet hebben we nog niet echt de oceaan ontdekt. Ja, hierboven zit de oceaan, dus we hoeven ons niet echt te gaan richten op oceaan spul. Laten we ons werk alvast met daarheen... Ja, groot probleempje, dat gaan we dus niet doen. Ja, nou, dan zijn we werk straks weg. Let maar op. En dit is Spanje. Oh, Engeland, sorry. Hartstikke geweldig. Ik ben de grootste vijand van Engeland. Want zoals je hoorde in de introductie, ben ik ontsnapt uit Engeland. Heb ik me bevrijd van Londen. En vervolgens zit Engeland naast ons. Hartelijk dank, game. Nou ja, ik had eerst deze willen bewerken. Maar dat lijkt me toch niet echt zo heel geslaagd idee. Aangezien dat er een beetje barbaartjes daarboven zitten. Dus laten we die barbaartjes maar eerst opruimen. Opruimen, oprotten. Nou ja, goed. We gaan die barbaartjes op laten rotten. Laten we eerst ook mining even gaan onderzoeken. Lijkt me ook wel handig. Want met mining kunnen we mines maken. Met mines krijgen we meer productie. Allemaal voor een snellere groei van onze stad. We hebben bijna een extra mensje erbij. Dus dat komt helemaal goed. Oh nee. Daar ben ik echt niet blij mee. Nee. Oeh, kijk. People who like shiny things the most. En ik sta als zevende. Woehoe! Ik voel me helemaal goed. Masonry. To clear the marsh. This style. God damn it! Denk ik ga goed initiatief nemen. Nou, laten we dan maar alvast gaan bevechten. Oh nee, wacht. Ik kan ze beter ergens anders zetten. Poppetjes. Pau, 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 poppetje. Pau, 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 poppetje. Kijk, dat bedoel ik nou. Ik begin eerst met jou, hop. Vecht. Zing, vecht. Huil, vecht, lach, vecht en gewoon vecht.
Wat gaan we nou eens doen met jou, hè? Wat gaan we doen met jou? Nou, weet je wat? Ga je dit maar omzetten naar een boerderijtje? Ah, dat is een goede. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik wil wel weten waar jouw stad ligt. Oh, daar zo ligt jouw stad. Ik heb hem ook echt net niet ontdekt. Hij heeft zout en wijn. I don't really care about those barbarians right there. Want ze doen toch niet zo heel veel. En oeh, dat is wel een hele nare ontwikkeling. Ja, ga maar gewoon verder met het boerderijtje maken. Ik ben bang dat ik jullie kwijt ben trouwens. Ik ben bang dat ik zojuist een domme keuze heb gemaakt dat ik mijn werkers kwijt ben. Pot voor 3. Oprotten. Ik zorg er wel voor dat de werkers daar wel komen te staan. Oh nee, wacht. Shit. Dit is niet goed. Nu gaan ze naar een andere plek toe. Een ander kamp. Waar lopen ze heen? Zeg alsjeblieft. Ik ben Willem van Oranje, stadhouder over de Nederlanden. Behoeft gij iets? Mij staat nog veel te doen. Ja, en mij ook. De video afsluiten. Nou, ik bedank jullie hartelijk voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En we zien jullie straks de volgende keer weer met een opening van Meneer van Oranje. Houdoe!